Het Natuurtechnisch Instituut Natin heeft aan de hand van het gezegde een ongeluk schuilt in een klein hoekje gemeend die hoekjes op te zoeken op het instituut. Dit staat aan de basis van het grote veiligheidscultuurproject voor Natin, STS2 en AMTO, dat gisteren in de Anthony Nesty Sporthal is geïntroduceerd. De grote trekker van dit project is Kosmos Energy, een Amerikaanse onderneming die op verzoek van Staatsolie is gestart met het creëren van een veiligheidscultuur op de technische scholen. De reden hiertoe is dat in 2015 een tragisch ongeval zich heeft voorgedaan op een van onze technische scholen. Cynthia Groenberg, directeur van het Natin, gaf aan dat Kosmos op het moment kwam toen het HSE-plan tot uitvoering gebracht moest worden. Als eerste hebben we gestart deze week met de stuurgroep. Dat zijn leidinggevenden van het Natin en van de afdeling beroepsonderwijs. En ook nog onze HSE-commissie. Om ze toch wel bekend te maken met Safestart en NEBOS. En daarna zijn dus onze docenten en ook nog medewerkers van het beroepsonderwijs. En ook nog van onze afdeling beheer en onderhoud. Zijn toen gestart met trainingen en de bedoeling van de trainingen is uiteindelijk dat wij de veiligheidsstandaarden van Safe Standard en EBOS gaan inbedden in ons curriculum. Dat houdt dus in dat niet alleen de docenten die nu getraind zijn, gecertificeerd zijn, maar ook dat onze studenten in een traject van 2 jaar, nadat ze een aantal modules gevolgd hebben, ook gecertificeerd zullen worden. Groenberg wijst erop dat dit project prachtig is voor het Natin, omdat veiligheid op een beroepsopleiding een must is. Minister Onderwijs ad interim Patrick Pengel, die ook een product van het Natin is, gaf aan dat een individu bewuste keuzes moet maken om zichzelf te beschermen. U hoort ook Tom Fauria, Cosmos VP en Country Manager, die aangeeft dat veiligheid niet alleen op de werkplek moet voorkomen. En die bewuste keuzes moeten ons aangeleerd worden. Bij sommige bedrijven gebeurt dat in het bedrijf. Maar hoe eerder je kan beginnen dus met die cultuuromslag om veilig te denken en veilig te handelen en bewuste keuzes te maken in je handelingen, zodat het je tweede natuur wordt, hoe beter. En daarom staan wij vandaag hier. Minder ongelukken op de werkplek betekenen uiteraard voor vele een betere productiviteit voor het bedrijf waar je werkt, maar ook voor jou als individu een gezondere arbeider. Dus betekenen gezondere arbeidskrachten. Een gezonde arbeidskracht of krachten, dat is natuurlijk waar wij als ministerie van Volksgezondheid naar streven. En een gedisciplineerde veiligheidscultuur, die we beginnen vanaf de schoolbanken, dat is interessegebied van het ministerie van Onderwijs. We kunnen niet meer benadrukken hoe geweldig en belangrijk we dit initiatief vinden. Safety starts at home and at school. And that's why we're here today. In fact, let me tell you specifically how this project and why this project started. It all started in early December of last year in a meeting with Staatsolie. Cosmos met with Staatsolie and the management team of Staatsolie mentioned to us that there had been an unfortunate fatal accident in one of the lower technical schools here in the city. I'm sure many of you are familiar with the incident. And what Staatsolie asked us is if Cosmos, could help to create and reinforce a safety culture in the lower technical schools. Well, we embraced this request, and what we've done for many months in the early part of this year is work to put together a safety project that is being rolled out to you all this week. I'm sure you mentioned or you saw at the entrance of your campus the banners, and you've probably seen around the school a number of safety posters that have been put up this week, all about safety. Cosmos heeft voor de uitvoering van dit project de onderneming Safe Start aangetrokken.
De trainers Gary Higby en Hunter Visser verzorgden presentaties over hoe ongelukken plaatsvinden en waarop er gelet moet worden om ongelukken te voorkomen. Gisteren werd ook de hoop uitgesproken dat andere bedrijven dit initiatief overnemen.